Particuliere autokoper laat het afweten. Tweede generatie Range Rover Sport krijgt vorm en BMW pakt de 7-serie grondig aan. Welkom bij het Autoweekjournaal van vrijdag 3 augustus. De laatste tijd gaat het heel erg vaak over de autoverkopen, maar let wel, dat gaat over de zakelijke autoverkopen. Want de particuliere autokoper laat het vooral afweten. Dat blijkt uit onderzoek van de ING. Max Erich van de ING, welkom. Dankjewel. Ja, die particulieren, die laat het afweten, hebben jullie onderzocht? Ja, als we kijken naar de registratiecijfers over het eerste half jaar, dan zien we een flinke plus bij de zakelijke registraties, hè, zo'n 14% meer. Maar als we dan puur kijken naar de registraties aan particulieren, dan zien we een min van ruim 15%. Dus dat is toch wel een flinke terugval. In juni hadden we een hele hoos van leaseauto's. Ja. We hadden ook wel verwacht dat particulieren toch nog gebruik zouden maken van een iets gunstigere BPM vooral op auto's. Is echter niet gebeurd. En wat je nu ziet is dat eigenlijk de particuliere markt nog maar zo'n derde van de totale markt is. Waar dat in het verleden toch wel 45-50% was. Oké, een derde nog maar. Ja. Ja, en bij particuliere autokopers denk ik ook wel aan occasions. Hoe zit het daarmee? Ook occasions zien we wat terugval. Iets minder groot dan puur de particuliere nieuwregistraties. Maar ook daar zien we nu maanden dat er toch wel minder geregistreerd worden. Dus ook daar zien we toch wel dat de particuliere minder de neiging heeft om nu een auto aan te schaffen. Ja, en de huizenmarkt, daar hoor je de hele tijd van, nou, de particulier wacht af wat er gebeurt met Prinsjesdag. Ja. Ja. Hij zit op slot, die huizenmarkt. Ja. Zou je iets dergelijks ook kunnen stellen voor de automarkt? Nou ja, de huizenmarkt wordt natuurlijk op slot gezet door een zeer onzekere consument. Hè. We weten niet precies wat er gaat gebeuren met de economie. Werkeloosheid gaat waarschijnlijk nog wel wat oplopen. Dus je ziet een hele onzekere consument, waarbij ook de koopkracht van consumenten terugvalt. En wat natuurlijk boven de huizenmarkt al de hele tijd hangt, is onzekerheid over hypotheekregels. Wat gaat daar gebeuren? Hè? En dat zie je nu ook een beetje inderdaad in de autobranche. Want met name die afschaffing van de onbelaste kilometervergoeding, reiskostenvergoeding, die boven de markt hangt. Ja, dat scheelt particulieren straks gemiddeld zo'n 65 tot 80 euro netto. Ja. Dus ja, als dat echt allemaal doorgaat, dan brengt dat een hoop onzekerheid. Dus het ironische is eigenlijk dat een maatregel die gemaakt is om de huizenmarkt een beetje te stimuleren. Ja. Hè, want die onbelaste kilometergroening, die moet de lagere overdrachtsbelasting financieren. Mm-hmm. Die brengt nu ook onzekerheid eigenlijk in de autobranche. Ja, wat betekent dat, zeg maar, die autokoper blijft of die autorijder, die blijft gewoon rijden? Die ja, koopt geen andere auto. Die blijft voorlopig even doorrijden. Ja. Hè. Als je onzeker bent, dan denk je toch van, nou, dan nog maar wat langer in die auto. Want ik ga niet zo'n grote aanschaf nu doen. Zie je die automarkt al inspelen, dat ze toch particulieren voor zich willen winnen? Ja, absoluut. We zien het hele jaar al flinke acties. Nou ja, er zijn voorbeelden van Suzuki, Opel, Renault. Toch flink voordeel te halen bij merken en bij dealers. Mm-hmm. Wat je op dit moment ook nog ziet is dat dealers en importeurs zelf nog een groot aantal auto's hebben geregistreerd in juni. Die dus onder de gunstige BPM vallen. Mm-hmm. Die staan nu als voorraad bij dealers en die hopen ze natuurlijk nog tegen gunstige condities aan particulieren te gaan slijten. Precies, dat zijn gekentekende auto's al. Ja, okay. Ja, precies. Okay. Nou, Max Erich, dankjewel. Alsjeblieft. Er zijn van die automerken waarbij het nog wel goed gaat. Bijvoorbeeld bij Land Rover en zusje Jaguar. Land Rover draait prima. Dat zien we aan de grote hoeveelheid ontwikkelingen die er gaande zijn. Zo zagen we onlangs al de nieuwe Range Rover voorbij komen. En nu al kunnen we een spijvideo laten zien van de nieuwe Range Rover Sport. De Range Rover Sport loopt 7 jaar mee en dat is voor een Land Rover nog niet zo gek lang. We waren dan ook verrast zo snel naar de eerste spionagebeelden van de gewone Range Rover al een Sport voorbij te zien komen. Gewichtsbesparing is het thema bij Land Rover en daar zal ook de nieuwe Sport van profiteren. Ook aan downsizing ontkomt het merk niet. Denk aan de nieuwe V6 met supercharger die binnenkort bij Jaguar debuteert. Die gaan we zeker in de Sport terugzien. Maar goed, eerst moet nog de gewone Range Rover onthuld worden, dus die Sport moet nog even wachten en rekenen op eind 2013, begin 2014, eer hij in de showroom staat. Met al die modeluitbreidingen bij BMW de laatste tijd zou je haast vergeten dat er ook nog zoiets is als een 7-serie. Roland, jij hebt de vernieuwde versie gereden. Ja. Klein faceliftje? Ja, dat zou je denken dat het maar een kleine facelift is, maar eigenlijk is die auto onderhuids vooral beetgepakt. Wat hebben ze veranderd dan? Aan de buitenkant niet zoveel, zoals ik al zei, maar onderuit is bijvoorbeeld het chassis aangepast. Alle 7-series hebben tegenwoordig een luchtgeveerde achteras. Dat verbetert het comfort dan weer. Maar ook de aandrijflijnen zijn op de schop gegaan. Alle 7-series hebben nu een achttrapsautomaat. En de grootste wijziging is eigenlijk te vinden bij de Active Hybrid 7. Die had voorheen een V8 met een hybride module.
Maar tegenwoordig is het een volledige hybride, dus je kunt ook elektrisch rijden. En er zit een zescilinder in de neus. In plaats van een achtcilinder, inderdaad, geloof ik. Ja. Hey, en wat is nou de fijnste van al die versies die jij gereden hebt? Ja, jammer genoeg hebben we niet de diesels kunnen rijden tijdens de introductie. Die worden het belangrijkst voor onze markt. Mm-hmm. Maar we hebben wel een 750i gereden met een V8 en dus die Active Hybrid 7. Mm-hmm. En ik zou toch voor die hybride kiezen, want dat is een hele soepele aandrijflijn. Okay. Ja, ik wil toch nog even ook over het fenomeen 7-serie hebben. Ja. We zien allemaal vierdeurs coupés, de 6-serie Grand Coupé. Heeft die versie, zo'n limo, heeft dat nog toekomst? Ja, nou wat BMW zegt is dat het de vraag naar traditionele limousines in onze markt, die loopt terug. Wij kiezen toch steeds meer voor andere carrosserievormen, wat gekker, wat vernieuwender. Maar in markten als Rusland en China en Dubai lopen de standaard limousines, eigenlijk die wij ook al jaren kennen, die lopen daar ontzettend hard. 50% van alle 7-series gaat naar China. Oké, nou goed. Dus logisch dat hij blijft alles afdekken. Absoluut. Dankjewel, Roland. Yep. We hebben deze week de eerste kilometers gemaakt met de Mini Paceman. Alweer een nieuwe variant van Mini. Hoe dat bevallen is, dat lees je volgende week in Autoweek. Heb je de nieuwste Autoweek nog niet in bezit? Ga dan naar de winkel, want elke Autoweek geeft recht op een gratis wasbeurt bij Texaco. En je kunt autokenner van het jaar worden. En dan win je misschien wel de reis naar Ferrari World in Abu Dhabi. Dat was het dan weer voor deze week. Volgende week gaan we weer verder met het Autoweekjournaal. En ik wens jullie alvast een prettig weekend.